Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Wethouder Lieke Schuitmaker gaat vanaf 11 januari als burgemeester aan de slag in de gemeente Alphenkaam. In 2018 werd Lieke Schuitmaker wethouder van Drimmelen. Eerst als vervanger van wethouder John van Oosterhout. In 2019 nam ze officieel zijn taak over. Over het algemeen vindt men het jammer dat Lieke Schuitmaker de politiek in Drimmelen gaat verlaten. De komende tijd gaat fractievoorzitter Tim Simons met andere partijleden op zoek naar een nieuwe wethouder die namens de VVD in het college plaatsneemt. Op dit moment heeft de partij nog geen mogelijke opvolger in beeld. Het moet iemand worden die goed kan aanvoelen welke problematiek in de diverse dorpen leeft. We houden u op de hoogte. Op dit moment is nog druk overleg gaande over de definitieve plaatsing van het cruiseschip waarop tot april aan 144 vluchtelingen onderdak geboden kan worden. Er wordt in overleg met direct betrokkenen gekeken of het cruiseschip aan de westzijde in de haven afgemeerd kan worden. De inwoners van de gemeente Drimmelen gaan komend jaar iets meer betalen aan gemeentelijke lasten. De stijging zal gemiddeld ongeveer €75 per huishouden gaan bedragen. De gemeente biedt ondersteuning met een energietoeslag, het voorkomen van schulden en schuldhulpverlening, Stichting Leergeld en de Voedselbank. De gemeente gaat het komend jaar ook stevig investeren. De begroting is rond. Alle afspraken uit het coalitieakkoord kunnen worden gerealiseerd. Er zijn grote ambities om in alle dorpen aan de slag te gaan. Zoals bijvoorbeeld met een voetveer van Drimmelen naar de Hofmansplaat. De energietransitie. Een visie op de ontwikkeling van Lage Zwaluwe naar Wagenberg. De bypass in Hoge Zwaluwe. Het havengebied in Terheide. En de bouw van het sociaal-cultureel dorpshart in Made. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 10 november. Met als naam Bar 13 gaan de drie lokale ondernemers de horeca uitbaten van Sporthal Driedorp in Wagenberg. Vorig jaar in coronatijd besloot Mien van Groezen te stoppen als exploitant van de horeca bij de sporthal. Reden voor vader Ger en dochter Marieke van Turnhout en Kim van Diepstraten om zich eens goed achter de oren te krabben. De drie, die in twee onder een kapwoning in Wagenberg naast elkaar wonen, liepen al langer rond met plannen om in hun dorp iets nieuws te beginnen. Dat wordt nu Bar 13. Afgelopen week hebben de nieuwe uitbaters hun plannen bekendgemaakt en Omroep Drimmelen was daarbij. Ja, wij wouden hier eigenlijk vertellen wat er gaat gebeuren. We hebben de straat al een keer uitgenodigd en dat was heel goed bevallen. En het leek ons ook fijn om jullie te vertellen wat er hier nou eigenlijk gaat gebeuren. Nadat we ons plannen gemaakt hadden, hebben we eigenlijk vrij snel een bouwteam op de kop getikt. We hebben wat groepsappen erin gezet van wie kan ons komen helpen. Ja, en daar werd hartstikke goed op gereageerd. En ja, met die groepen hebben we eigenlijk hetgeen wat buiten staat al kunnen maken. We dachten 16 kuub te verzetten, het werden er 100. Ja, het is een gigantisch werk geweest. Maar ja, het legt er al. Voor wie is het? Hè? Dat is ook een belangrijk iets. Bar 13, je ziet eigenlijk al hetgeen wat nou binnen is, daar is het voor. Toen dachten we, nou, we pakken Bar 13, het is huis nummer 13. Nou, dat bleek dus nummer 11 te zijn. Dus het was toch een goede link om te maken naar 13, het huisnummer van Gerda. Dus vandaag Bar 13. Omroep Drimmelen heeft donderdag 3 november een speciale raadsvergadering bijgewoond. In deze vergadering werd medegedeeld dat Boy Scholtze door de raad wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Drimmelen. Onze nieuwe burgemeester is 31 jaar oud en wordt met zijn benoeming de jongste burgemeester van Nederland. Boy Scholtze wordt geïnstalleerd in een speciale raadsvergadering op woensdag 21 december. We gingen kort in gesprek met de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Hanneke de Bruyne. We hebben vandaag een hele speciale raadsvergadering gehad. Het eerste gedeelte was een besloten vergadering. En daarin heeft de gemeenteraad van Drimmelen besloten om de heer Boy Scholtze voor te dragen bij de koning als nieuwe burgemeester van Drimmelen.
Kun je nou naar de kijkers van onze omroep ook een beetje toelichten hoe dat zo'n proces van vanaf het moment dat je weet dat er een nieuwe burgemeester moet komen, hoe dat verloopt? Nou ja, de oude burgemeester heeft natuurlijk vorig jaar december laten weten dat hij na precies een jaar zou ophouden. We hebben eerst de gemeenteraadsverkiezingen afgewacht, omdat je toch met een nieuwe raad dit proces wil ingaan. Ja. Daar is een vertrouwenscommissie ingesteld. Daarin zijn alle politieke partijen van Dribbelen vertegenwoordigd geweest. En wij zijn begonnen met het opstellen van een profielschets. Met de profielschets in de hand gekeken, welke eigenschappen van personen passen nu bij die profielschets. En hebben we besloten een aantal kandidaten uit te nodigen voor gesprekken. En uiteindelijk heeft vanavond de gemeenteraad in besloten vergadering één van deze twee kandidaten gekozen. En dat is de heer Boy Scholtze geworden. En zo komt het dat wij nu de jongste burgemeester van Nederland gaan krijgen. Mag ik dan vragen hoe jong de burgemeester is? Hij is 31. Ja, dat is inderdaad jong. Dat is jong. Ja, de kogel is door de kerk, zullen we maar zeggen. En ik denk dat dit wel een bericht is wat uiteindelijk wordt vervolgd. We zullen ongetwijfeld nog meer opnames zien van een beëdiging. En wij houden je op de hoogte. Na een coronapauze is afgelopen weekend weer met succes de motocross in Made gehouden. Stichting DVO organiseert dit jaarlijks terugkerend evenement waarvan de nette opbrengst bestemd is voor een aantal goede doelen, bij voorkeur uit de gemeente Dremmelen. Dit jaar doet men dat al voor de 22e keer. Onder goede doelen verstaat men groepen, stichtingen of instellingen ten behoeve van gehandicapten of met een sociaal karakter. De uitreiking aan de goede doelen doet men op een later moment, tijdens een gezellig samen zijn waarbij de geselecteerde goede doelen en de vrijwilligers worden uitgenodigd. Onze omroep maakte van de cross een korte impressie. Hoeveel rijders gaan hier van dit weekend? De schatting is 370 rijders. Wat is er zo leuk aan om motocross? Om te springen en heel hard te rijden. En dat vind ik leuk om te doen. Hier in Made-Wagenberg is het de 24e editie. En voor mij is het de 19e maal. Dus volgend jaar hebben we in principe een dubbel jubileum. De 25e organisatie in Made-Wagenberg en voor mij zal het dan juist 20 zijn. Dit was alweer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. We zien u graag weer volgende week. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Dremmelen?